talent van een journalist, de ogen van een kunstenaar en de kloten van een toneelspeler. Deze elementen moesten volgens de Amerikaanse journalist Hunter Thompson samensmelten in zijn nieuwe literaire stroming, de consojournalistiek. Deze vorm van journalistiek wordt in de jaren 70 populair en beschouwt objectiviteit als een mythe. De auteur is niet langer een toeschouwer, maar onlosmakelijk verbonden met zijn onderwerp. Zo dompelt Thompson zich 2 jaar lang onder in de wereld van de Hells Angels in San Francisco. Hij wordt zelf onderdeel van het verhaal en schrijft over zijn persoonlijke ervaringen en emoties. My face looked like it had been jammed into the spokes of a speeding Harley. And the only thing keeping me awake was the spastic pain of a broken rib. It had been a bad trip. Fast and wild in some moments, slow and dirty in others. But there was no escaping the echo of Mr. Kurtz's final words from the heart of darkness. The horror. The horror. De consojournalistiek maakt geen onderscheid tussen feit en fictie. Het combineert politieke analyses met overdrijving, woede, zelfspot en satire. Leugens zouden immers bij uitstek geschikt zijn om de waarheid te onthullen. Vaak lokt de consobeweging op een haagskindelijke wijze ruzies en misverstanden uit. Thompson gaat hierin zo ver dat hij samen met acteurs een protest tegen president Nixon anceneert. Iets waar hij vervolgens zelf weer verslag van doet. Ask Nixon to pardon us. Ask Nixon to pardon us. Ask Nixon to pardon us. I think we're having an impact. Come on, we're having some impact here. Veel consoreportages komen tot stand onder invloed van alcohol en drugs. Vaak vormen ze geen coherent geheel, maar beslaan flarden van interviews, gedachtenstromen, verzinsels en hallucinaties. Thompson levert zijn artikelen stevels net op tijd in. Te laat om te bewerken, maar op tijd voor de printer. Due to circumstances beyond our control, the following section was lashed together at the last moment from a 6-pound bundle of documents, notebooks and recordings. Dr. Thompson's plan, he says, is to create an entirely new form of journalism. In the meantime, we have suspended his monthly retainer and canceled his credit card. During 1 4-day period in Washington, he destroyed 2 cars, cracked a wall in the Hilton, purchased 2 French horns at $1,100 each and ran through a plate glass door in a Turkish restaurant. De consobeweging ontketent een hype in de Rolling Stone en krijgt wereldwijd invloed. In de wetenschap combineert een groep etnografen consotechnieken met maatschappijkritiek om sociale misstanden te onthullen. In de journalistiek richt men zich niet langer op feiten alleen. Het gebruik van hyperbolen en persoonlijke opinies raakt steeds meer geaccepteerd. De consojournalistiek leidt een nieuw tijdperk in, waarin subjectiviteit en activisme meer dan ooit centraal staan.